En zo zijn we beland bij Het Goed, de kringloopwinkel in Schiedam, hè? Klopt. Wat doen jullie met de kringloopwinkel? Leg het even uit voor de mensen die het hele begrip niet kennen. Het kringloopwinkel houdt in dat er spullen die mensen niet meer nodig hebben of gewoon kwijt willen, wel eens terecht kan komen. En dat maakt allemaal niet uit. Het verschilt van elektronica tot en met kleding en meubels, noem maar op, kleingoed. Dat kan allemaal bij ons terecht en dat wordt dan voor een lage prijs natuurlijk doorverkocht. Jullie halen de spullen bij de mensen thuis op. Betekent dat jullie alles ophalen of moet het toch nog wel aan enige kwaliteitseisen voldoen? Ja, het liefst willen we natuurlijk wel spullen hebben die doorverkocht kunnen worden en waar interesse naar is. Want sowieso spullen die niet meer in gebruik kunnen worden, daar moet dan maar grof vuil voor gebeld worden. Maar het gaat erom dus dat de winkel draait natuurlijk ook. En dat we bruikbare spullen van de mensen krijgen dan. Het kan ook zo zijn dat er naar ons toe gebracht wordt trouwens. Dus niet dat wij alleen komen ophalen, maar het kan ook bij ontvangst kan het ook afgeleverd worden. Dat is aan de achterkant van het pand bij jullie, want jullie zitten aan de Schravenlandseweg. En aan de achterkant kun je dan spullen wegbrengen? Dat klopt, ja. Ja. Jullie knappen ook spullen op, hè, die binnenkomen? Ja, dat ligt eraan als het nog wel te doen is. Kijk, als het bijvoorbeeld een kapot CNC-apparaat is of zo, dat beginnen we niet aan natuurlijk. Maar een kapotte tafelpoot of zo, of van een bankstel, dat is natuurlijk zo gefixt en dat doen we daar ook wel gelijk aan. En het maakt eigenlijk niet uit hoeveel spullen je hebt staan waar je vanaf moet. Ze kunnen gewoon bellen. Moet dat dan via Irado of moeten ze jullie rechtstreeks bellen als je wil dat het goed iets op komt halen bij jullie thuis? We hebben een nummer. Dat staat hier ook op het flyer. Er kan natuurlijk naartoe gebeld worden. En dan maken ze met u een afspraak. En hoe laat, of het 's middags is of 's ochtends. Dat kan smiddags kan schelen vanaf 1 tot 5. Dan kunnen we het bij jullie komen ophalen. En dat is het dan een beetje. Ja. En dan komen de spullen in de winkel terecht. En jullie hebben een enorme grote winkel met echt heel erg veel spullen. Wat staat er? Want ik heb kleding gezien, elektronica, eethoeken, bankstellen. Klopt. Ik ken zelfs verzamelspullen zijn. Dan bedoel ik ook echt schilderijen. Een servies set van een hele dure merk kan ook gewoon in de winkel liggen. Dat is echt heel verschillend. Meubels natuurlijk, het is net als deze kast. Ja, het is wat specialere retro-stijl. En je ziet ook aan de prijs dat het ook iets anders is dan een normale kast. En, we hebben ook heel simpele spullen. Een boek, maar het kan ook een boek zijn die heel veel waard is. Dat kunt u dan ook nog bij ons vinden. Dus op zich wel leuke spullen ook voor de verzamelaars die daarna op zoek zijn. En eigenlijk kan je dus voor heel weinig centen je hele huis inrichten door spullen bij jullie te kopen? Ja, precies. Ja, dat is al heel vaak voorgekomen dat mensen die het natuurlijk een beetje krap hebben, vooral met deze tijd, dat ze altijd daar terecht kunnen komen. En ook heel wat leuke spullen kunnen kopen daar. Merk je de laatste jaren dat het drukker wordt bij jullie? Omdat eigenlijk toch we het met z'n allen steeds meer een beetje krap krijgen? Op zich wel. Ja. Je ziet wel een heel kleine terugloop van spullen die gebracht worden. Maar wel dat we heel veel klanten krijgen, ja, inderdaad. En dat er ook wel grote partijen worden gekocht. Dus wat is echt om echt hun woning in te richten. Dat zie je wel gebeuren daar. En ook bijvoorbeeld keukenspullen en zo, servies, dat soort dingen, dat wordt ook wel heel veel verkocht daar. Want Het Goed is eigenlijk een stichting, hè, voor mensen die denken het is een commercieel bedrijf. Jullie werken maatschappelijk verantwoord met heel veel mensen die werkervaring opdoen. En de doelstelling is nou niet 1, 2, 3 om winst te maken. Nee. Dat klopt. Het is natuurlijk een kringloopbedrijf. We willen iets goeds doen voor het milieu. En dat wil zeggen dat spullen in omloop blijven. Dat is het doel van een kringloop. En natuurlijk, we werken nauw met de gemeente. En mensen die nou niet met een baan aan de slag kunnen, die kunnen bij ons dan een beetje werkervaring weer opbouwen. Een beetje de werkritme weer op gang krijgen.
En dat is een beetje waar ze naartoe streven. En het werkt ook heel erg goed. Zoals je ziet, er zijn momenteel meer dan 30 vestigingen over heel Nederland verspreid. Dus het concept werkt op zich wel heel goed.